Koetjes ontbrak Michael Goossens. Paul Okon was dan toch fit bij de bezoekers. Dirk Metvet bleef aan de kant. Jan de Wijngaard. Koninklijk bezoek op Splessin. Prins Laurent maakt kennis met de spelers van Standaard. En straks ook met die van Brugge. Bijzonder veel volk op de tribunes natuurlijk op Splessin. Veel volk en veel sfeer voor deze wedstrijd waar mogelijk de kampioen kan gekroond worden. Dat scenario kent u allicht wel. Vidal Borkelmans. Anderhalve minuut gespeeld. Het gaat maar Paul Okon. Helemaal fit dus. En dat kon niet gezegd worden, kan niet gezegd worden van Dirk Metvet. Problemen met de lies. En zijn seizoen is gedaan. Ook volgende week geen bekerfinale voor de rechtsachter van Club Brugge. Rechtsachterplaats wordt ingenomen door Keur van de Brul natuurlijk. Aurelio Vidmar in duel met Pascal Renier. Probeert de Schepens te bereiken. Verheijen ertussen. En nu Philippe Leonard, de linksachter van Standaard. Rijtschkoff, Leonard. Goede combinatie bij Standaard. Beginfase van de wedstrijd. Lage voorzet, Okon. Vidmar, Rijtschkoff met het schot. Maar er was al gefloten. Sascha Rijtschkoff, de Rus, met een vlam op de vuisten van Danny Verlinde. Keur van de Brul mag gooien voor Club Brugge. Goede 6 minuten gespeeld. Eikelkamp van de rest. Dat is slordig, Aurelio Vidmar. Voorbij Renier. Okon die staan nog te wachten. De Australier doet het zelf. Kan hij afwerken in de armen van Danny Verlinde. Goeie flits van Aurelio Vidmar die de topscorer kan worden vanavond. Hij heeft 20 goals. Maar nu geraakt hij niet voorbij Danny Verlinde. Vrij trap Club Brugge. Vital Borkelmans achter de bal. Daar komt hij. Weggekopt door Rijtschkoff. De bal blijft hangen. Eikelkamp is nog niet gedaan. Lage voorzet. Net gemist door Verheijen. Ook nog de inschuivende Klaases. Bijna bij de bal. Maar Gert Verheijen trapt van kort bij. Naast 7,5 minuut gespeeld. We hebben toch al een drietal goede kansen gezien. Eikelkamp met een lage voorzet. Klaases net niet. Maar het is hij die bal nog raakt. En niet Verheijen. Frankie van der Elst. Doorgekopt door Stalens. En binnengekopt bijna toch. Gert Verheijen met de kop. Knappe redding van Gilbert Bodaar die nog maar 5 goals heeft binnengekregen hier op Splessin. En opnieuw een prima redding doet daar op die kopbal van Gert Verheijen. Opnieuw hoekschop. Frankie van der Elst opnieuw bij die hoekschop. Stalens opnieuw daar en bijna een own goal van Regis Genot. Kreeg die bal niet echt goed onder controle, Genot. Maar Bodaar stond op zijn lijn en houdt die bal bij zich. Vermand van der Elst. Eikelkamp laat door voor Gert Klaases. Die is voorbij Genot. De benen van Bodaar. Goed begin van deze wedstrijd hoor. Kansen langs beide zijden. Goed tempo, hoog tempo. Nog maar 11 minuten ver. En Gert Klaases met de schuiver. Bodaar goed uitgekomen. Een ruimtop in hoekschop. Rijtschkoff. Sascha Rijtschkoff. Goed naar Philippe Leonard. De linksachter van Standaard die mee naar voren komt. Guy Hellers. Een schot van ver laag. De vuisten van Danny Verlinde. Nog maar eens met de vuisten in hoekschop. En zo blijft het spektakel hier duren. In het eerste kwartier één ding is duidelijk. De beide ploegen begrijpen dat ze moeten winnen hier. En spelen erg aanvallend. Het schot van Hellers. De redding van Danny Verlinde. Vrije trap voor Club Brugge met Frankie van der Elst. Die glijdt een beetje uit. En daar Verheijen. Die overkopt. Eikelkamp ging eerst onder de bal door en dat was Gert Verheijen daar nog om het goed te maken. Maar ook hij kopt de bal over. Bijna een half uur gespeeld. Niet zoveel kansen meer gezien zoals in het eerste kwartier. Tempo is wat minder hoog, maar de wedstrijd blijft leuk om volgen. Daar is Betagno die net naast komt. Misschien wel de beste kans. Of is het Wilmots? Ja, het is Wilmots. Die vloekt en die tiert. De kopbal gaat net naast. Misschien wel de beste kans voor Standaard. Tot nog toe. We zijn in de blessuretijd van de eerste helft. Sascha Rijtschkoff met een hoekschop. Genot, die kan hem nog eens voorzetten. En daar is bijna het doelpunt. Danny Verlinde die onder die bal doorging, die niet echt goed vast kreeg. En zo gaan we rusten bij 0-0. We hebben een gelijkopgaande eerste helft gezien met vooral veel kansen in een goed aanvangskwartier. Twee ploegen die ervoor gaan omdat ze weten dat alleen een titel... of alleen winst en een mogelijke titel kan opleveren. Wilmots. 7,5 minuut gespeeld in de tweede helft. Daar is Rijtschkoff. En daar is Danny Verlinde. Eerste tussenkomst van de Brugse doelman.
eerste kans in de tweede helft. Eén wijziging bij Standaard. Visconti is erin gekomen ten nadele van Alain Betagno. En daar is Wittmar met het doelpunt. Op voorzet van Regis Genoa. Aurelio Wittmar, zijn 21ste van het seizoen, staat daarmee aan de top van de topschutterstand. Bijna 8 minuten gespeeld en wat een feest hier op de tribunes van Sclessin. Aurelio Wittmar die knap devieert op die voorzet van Regis Genoa. Kijk nog eens, daar is hij met dat rechterpootje voorbij Danny Verlinde. 1-0 voor Standaard. Leonard, knappe beweging. Philippe Leonard, wat is dat mooi. En Wilmots, wacht, die is meegegaan. Daar gaat de bal ook naartoe. Mark Wilmots, oh la la, tegen de doelhout. Tegen het doelkader. En Borkelman strapt weg. Daar komt Club Brugge bijzonder goed weg. Kwartier gespeeld in de tweede helft. Goeie bal van Schepens naar Wittmar. Aurelio Wittmar met de lop. En overgetipt nog. Goed werk van Danny Verlinde, maar Standaard is nu in de hoogste versnelling geschakeld. En Club heeft het moeilijk. Schitterende loop hoor van Aurelio Wittmar, maar Danny Verlinde terug naar zijn goal en tipt die bal nog over. De hoekschop die volgt op die kans. Schepens trapt die. Wilmots, controle en weer een redding van Danny Verlinde. En wat voor een. Schitterende reflex van de Brugse doelman. Maar weer een kans voor Standaard. Dat is de vierde, denk ik, op een drietal minuten. Schepens met de hoekschop. En dan de controle toch van Mark Wilmots. Maar wat een redding van Danny Verlinde. Eikelkamp, vermand. Frankie van der Elst. Controle van Stales. Kan hier wat mee aanvangen. Bal blijft steken. Stales en dan vrije Stales. Jongen, wat krijgen we hier nog allemaal te zien op Sclessin. Spektakel van de bovenste plank ook in het begin van die tweede helft. Daar is Brugge even uit de omknelling na een rits kansen van Standaard. Gilbert Bodaar. Wittmar. Wilmots. Van die Verlinde. In de voeten van Wilmots. En dan Verlinde. Wilmots maakt hij het af of moet Wittmar? Ja, Wittmar doet het. 2-0. De 22ste van Aurelio Wittmar. Een flater van Danny Verlinde die bal niet wegkreeg. Wilmots profiteerde, gaf de bal aan Wittmar. En kijk eens wat een feest op die tribune van Sclessin. En Aurelio Wittmar, 22 goals. Daarmee maak je toch een goede kans om topschutter te worden. Het hangt een beetje af van wat Gilles de Bilde vanavond doet. Hier Danny Verlinde, die krijgt die bal niet weg. Probeerde Ocon aan te spelen, maar Wilmots zat ertussen. En dan Wittmar met 2-0 op 9 minuten van het einde. Genoa. Fout van Frankie van der Elst. En wat krijgen we nu? Bestorming van het veld al. Ja. En we zijn nog 3 minuten van het einde. Supporters die het veld komen opgerend. Dat hebben we nog maar zelden gezien. En alle spelers vluchten naar de tunnel. Er wordt jacht gemaakt op truitjes hier. En de supporters klimmen daar over het hekje. Simpelweg. En zo rennen ze het veld op. Ook de eerste minister staat erop te kijken. De laatste minuten moeten nog gespeeld worden. Standaard riskeert een straf of riskeert om de wedstrijd te verliezen als dat niet gebeurt. Maar het blijft hier wachten op de spelers. De wedstrijd heeft 16 minuten stilgelegen en nu komen de spelers van Standaard het veld op. Er wordt niet meer gevoetbald hier. Ze komen de supporters groeten, maar ze vluchten onmiddellijk terug naar de tunnel. Er wordt hier dus niet meer gevoetbald, dat is duidelijk. Standaard wint met 2-0. Er zou misschien nog wel wat kunnen gebeuren na die incidenten tussen aanhalingstekens op het einde van de wedstrijd hier. Maar goed, Standaard is vice-kampioen, dat weten ze nu ook. Ze hebben een schitterend thuisparcours afgelegd. Slechts 3 punten verloren, geen enkele nederlaag. Slechts 5 doelpunten tegengekregen. En Club Brugge verliest op Standaard, wordt derde in de stand. Maar kan toch nog volgende zondag wat in de prijzenkast halen als het de bekerfinale wint tegen Germinal Ekeren.
chaotische toestanden, alsof iemand kampioen geworden hier is. Maar het lijkt erop of Standaard gewoon gelukkig is met die zegen tegen jullie. Ik denk dat het ook normaal is. Als je ziet wat Standaard de laatste jaren heeft meegemaakt, dan kunnen ze nu tweede eindigen. Dat is voor hen lekker meegenomen, maar ja, het is een schande. Dus hier niet alleen, maar ik heb dus ook gehoord op Gent. Ja, dat kan dus echt niet meer zo verder gaan. Mensen die gewoon weg de wedstrijd laten stilleggen op een paar minuten van het einde. Jullie hebben het kampioenschap verloren. Zelfs die overwinning die jullie nog had kunnen redden vandaag, zat er niet in. Nee, maar ik dacht dat wij toch een uur de betere ploeg waren geweest. We hebben vooral het eerste kwartier de beste kansen ook hebben gehad. En ik vraag me wel af, moesten wij hier 1-0 hebben voorgekomen en men had dat in Gent tijdens de rust gehoord, had het daar misschien ook helemaal anders geweest, want het was ook nog met de rust 0-0. Maar ja, dan hebben we in feite de tweede helft twee weggeefdoelpunten aan Standaard gegeven en we hebben de wedstrijd verloren. We zijn echt niet ontgoocheld. Die ontgoocheling is al een paar weken of een paar maanden neder geweest. Gunter, als we het einde van die match bekijken, het chaotische einde, het leek wel of jullie kampioen waren, maar jullie zijn geen kampioen. Nee, we zijn geen kampioen, maar volgens mij hebben we toch reden om te feesten, dus we hebben toch een schitterende prestatie geleerd vandaag. Maar we hadden ons lot niet meer in eigen handen en ja, dat is het enige dat spijtig was, maar ik denk dat we een schitterende prestatie geleverd hebben vandaag. Het was 0-0 bij de rust, jullie wisten dat ongetwijfeld. Jullie komen dan voor, terwijl het nog 0-0 is. Volgen jullie dat? Ik heb de eerste keer tussenstand gehoord dat het 0-2 was. En op dat moment was het bij ons 1-0. Maar ja, dus hebben we gewoon proberen het publiek te vermaken. En ik denk dat we er 2,5 toch weer gelukt zijn. Dus hebben we nog een doelpunt bij kunnen scoren. En ja, ik denk dat het schitterend was. Rudy Lansen zorgde voor de interviews. Nog dit over de bestorming van het veld nog voor er afgefloten was door scheidsrechter Blauw. Beide trainers gingen ermee akkoord dat de partij niet hernomen werd. Er komt dus geen klacht. Oké. Daar zijn ze, de uitslagen van de 34e en laatste speeldag in de hoogste klasse. Gent-Anderlecht 0-2, Standaard Club Brugge 2-0, Ekeren-Lierse 2-4, Cercle-Aalst 1-1, RWDM-Serein 1-0, Sint-Truiden-KV-Mechelen 2-0, Charleroi-Antwerp bleef 0-0, KV-Oostende-Beveren 2-1 en Club Luik-Lommel 1-2. De eindstand van de competitie 94-95, Anderlecht kampioen met 52 punten, 1 meer dan Standaard en 3 meer dan Club Brugge. Aalst is vierde met 39 punten, 2 meer dan Lierse en Ekeren. Lierse speelt dus Europees als Club Brugge de beker wint. Ekeren speelt Europees als het de beker verovert. Dan voorts Lommel en Sint-Truiden met 35 punten, Serein met 34, Beveren met 32. KV Mechelen, RWDM en Charleroi hebben 31 punten, eentje meer dan AA Gent. Cercle Brugge heeft 28 punten, Antwerp 24, Oostende en Club Luik degraderen. Dat was de eindrangschikking en we voegen daar nog wat interessante gegevens aan toe. Er is vanavond 21 keer gescoord, een gemiddelde van iets meer dan 2 per match. Aurelio Vidmar wint de doelschutterstrijd tegen Gilles De Bilde. Vidmar haalt het met 22 goals, 1 meer dan De Bilde. Het is de zwakste score sinds 1987. Toen won Gudjonsson met 19 doelpunten. En er vielen vanavond 2 rode kaarten.